Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praten we over een zeer interessant project. Uma Fusranang heet het. En ik ga toch even spieken om het goed aan u te vertellen wat het precies is. Uma Fusranang is een politieke film. Een resultaat van solidariteit tussen Surinamers en Nederlanders. De documentaire is geproduceerd door Cineclub Vrijheidsfilms in samenwerking met Lawson. Vandaag is mijn gast mevrouw Nadia Tilon. Zij is de voorzitter van de stichting Convivio. Ik hoop ik het goed heb uitgesproken, maar ze zal me corrigeren als ik dat verkeerd heb gedaan. En wat het mooie is van deze film, het is eigenlijk meer een documentaire, die is in 1978 gemaakt. En voor het eerst in Suriname. Het is eigenlijk ongelooflijk, want het gaat over Uma Fusranang. Daarover gaat mevrouw Tilon vandaag ons meer vertellen. What we need is a little Q-time. Welkom. Dank in de studio en ook in Suriname. Want, ja, geweldig. Ja, ja, inderdaad, geweldig. Ja, ja, ja. Fantastisch om hier maar te zijn. Het is een ongelooflijk verhaal, vind ik zelf. Dat, want u bent de voorzitter van de stichting Convivio. Ja. En u bent dus, een paar van uw leden heeft u verteld, zijn betrokken geweest bij het maken van de film. Het is dus echt like bijna 50 jaar geleden. Het is precies bijna 46 jaar geleden dat het uit is gekomen, de film. En het heeft zich dus, de hele productie van de film is dus in Nederland, of is vanuit Nederland geïnitieerd. Mm. Maar het gaat over Surinaamse vrouwen. Ja. En we hebben dat nog nooit in Suriname gezien. Nee. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat is... Direct naar de deur in huis. Ja, nee, maar het is een begrijpelijke vraag, ja, hoor. En een logische vraag. De film is hier opgenomen vlak voor en vlak na de onafhankelijkheid. En de opnames, die moesten natuurlijk verwerkt worden tot wat het geworden is. Ja. En eind 78 is hij pas uitgekomen. Ja. De film is, wat u zei, van door Cineclub geproduceerd. Ja. In samenwerking met de Lawson. Maar we hebben wel ondersteuning gehad van een organisatie hier. Een beweging. Een progressieve democratische beweging. Ja. Die heet de Democratisch Volksfront. En het bestaat niet meer. Ja, maar de organisaties waarover we praten, Cineclub, Vrijheidsfilms en Lawson, bestaan ook allebei niet meer. Nee, bestaan allebei. Dus het product waar ze aan hebben gewerkt, is er nog. Het is heel bijzonder. Ja, ja. En het Democratisch Volksfront bestond niet meer op het moment dat het de film uitkwam. Dus we hadden geen counterpart. Okay. Later, niet lang daarna, hoor, heeft Bram Beer, die zelf ook goed overweg kon met de filmcamera, fotograaf was. Journalist en eigenaar, oprichter van de krant Mokro. Hè? Ja. De mensen van begin 80, ja, totdat die omgebracht is, ja, die weten wel wat Mokro is en wie Bram Beer was. Nou ja, hij had een kopie gekregen van de film. Hij had een goede relatie met Cineclub Vrijheidsfilms, met de regisseur van de film, Ad van Praag. Mm-hmm. En hij had een kopie gekregen. En hij had ook een filmclub opgericht hier in Suriname. Vrijheidsfilms Suriname. Ja. Cineclub Vrijheidsfilms Suriname. En hij was van plan. Hij heeft volgens mij die film, dat begrijp ik hier en daar. Ik heb er geen hard bewijs voor. Mm. Maar heeft hij in kleine kring wel vertoond. Aan de leden van die cineclub. Ja. En hij was van plan, dat heb ik wel gelezen in een brief van hem. Ja. Hij was van plan om het breed in Suriname te vertonen. Mm-hmm. Nou, weten wat er gebeurd is en hij heeft dat niet kunnen doen. Toen kwam er een periode waarin deze film niet vertoond kon worden. Ja. Gezien de omstandigheden. Er was, die decembermoorden, je had een binnenlandse oorlog. Ja. Veel turbulentie. Veel turbulentie, ja. Het is niet een geschikte... Ja. Maar de belangrijkste reden waarom we nu... Er is een aanleiding. Ja. Something happened. Weet je wat het is? Die film is gevonden. Want op een gegeven moment de regisseur overleden. Ja. Er waren geen vertoningen meer. Midden jaren 80. In Nederland althans. Ja. En het hele archief van die cineclub... Mm-hmm. is toen ondergebracht bij een internationaal instituut sociale geschiedenis. Okay. In dat instituut zitten zoveel archieven, ook van Amnesty International enzovoorts. Mm-hmm. Maar er is ook dit archief.
En in 2019 heeft een... dat is echt een beetje een lang verhaal. Ja. 2019 heeft een universitair docent van de Universiteit van Amsterdam... die wist dat er zo'n soort collectie daar was, ja. Filmcollectie. Die heeft toen aan zijn studenten een opdracht gegeven... gaan jullie kijken wat daar ligt. Okay. En breng het in kaart en noem maar op. En toen stuitten ze op deze film. Okay. En die studenten die het vonden, die vonden het zo'n prachtige film. Ja. Beschadigd en al vonden ze hem toch prachtig. Ja. En toen heeft een van ze, was toevallig werkte bij een bioscoop, mm-hmm. heeft ze de eigenaar weer gevraagd, mag ik die film vertonen? Ja. Wel niet gratis, we gaan kaarten verkopen, dus je hoeft niet bang te zijn dat je geen recetten hebt. En binnen 2 dagen was die voorstelling uitverkocht tot ieders verbazing. Zij heeft ons opgespoord toen. Ja. Ze heeft de film gevonden, maar niet de mensen. En uiteindelijk de mensen. En wij waren bij de eerste vertoning gasten. Ja. En hebben vragen beantwoord. Ja, okay. En IJM Film Museum, mm-hmm. die heeft de film toen ook gezien. En gezegd van, maar dit is erfgoed. Dit is een hele bijzondere film. Ja. Hij is namelijk de eerste film in het Sran Antong, mm-hmm. documentaire. En het is ook de eerste film die vanuit een vrouwenperspectief de situatie in Suriname bespreekt. Ja. He, want 4 vrouwen staan centraal in die film. Ja, en die vertellen hun verhaal. Ja. Maar rond die tijd, dus de jaren 70. He, dus even voor de onafhankelijkheid en ook direct daarna. Mm-hmm. Dus eigenlijk, dus het is ongelooflijk dat dit gewoon nu pas naar Suriname komt. Maar ja, goed, jullie zijn er. Je hebt en het gehoord waarom. Het is, ik vind het inderdaad een bijzonder verhaal. En hoe het ook eruit verkeert. Het zijn toch wel eigenlijk mensen... ook jongeren, die Suriname warm hart toedragen, waardoor iets waar ze op stuiten, toch wel blijft hangen. En ze daar gewoon de moeite voor nemen om er wat mee te doen. En dat vind ik heel mooi. Maar we gaan dus nu in Suriname eindelijk die film zien. Eindelijk. En eigenlijk wil ik graag weten uw eigen mening hierover. Los van het feit dat het, dus, dat het geschiedenis is. Mm. Hoe relevant is de positie van vrouwen in de film ten opzichte van de positie van vrouwen in Suriname nu? Dus hoe groot was de relevantie toen van vrouwen in de film en hoe groot is het nu? Ja, is er veel veranderd? Wat kunnen we leren? Jij wil daarna toe. Sommige dingen zijn waarschijnlijk gewoon precies hetzelfde gebleven. Ja, weet je, dus ik had je net in het vorige gesprek verteld dat ik vorig jaar al in hier was. Mm-hmm. Met Dieter Blom, die helaas 2 maanden daarna overleden is, na ons bezoek hier. Hij was de oprichter van Stichting Convivio en ook de voorzitter toen. En wij zijn toen gekomen om met een paar mensen te praten. We wonen in Nederland en je kan wel veel volgen en begrijpen, maar voelen en echt weten hoe dingen zitten. Moet je en zelf meemaken, maar moet je de mensen hier spreken. Ja. Dat vinden wij althans, hoor. Klopt ook. Dus... Dus zijn we hier naartoe gekomen en in die tijd hadden we al contact met het archief en hebben we dat ook samen met het archief gedaan. Ja. En hebben we die mensen bij elkaar gebracht op persoonlijke titel. Ja. Het zijn mensen die gewoon actief zijn bezig met sociale problematiek. Hebben we ze de film getoond en gezegd, oké, shoot, wat vind je ervan? Is het relevant? Dat was de belangrijkste vraag, de vraag die je nu stelt. Ja. En iedereen zei... Hartstikke relevant, want de problemen die daar aangesneden worden, zijn niet weggegaan. Vanaf 70 tot nu waren ze er. Heel onder al die decennia, wie er ook was, het land bestuurde. Het is nijpend op dit moment. Ik ervaar het ook. Ik ga naar een winkel en ik denk, vorig jaar was ik hier, hoeveel kostte het toen? Mm-hmm. En kijk nu. Ja. Dus ik denk dat de problematiek van armoede... Ja. Drop-out, hè, jonge kinderen die de school moeten verlaten. In de film zegt een van de oude, van de moeders van, ik heb mijn kind van school gehaald, want ik kom niet rond. En ik kan niet anders. Die helpt me om geld te verdienen. Werken, hij gaat werken. Ja. Dus dat soort dingen. Drop-out, kinderarbeid is het eigenlijk. Ja. Geen werk kunnen vinden en voor een heel klein loontje. Die problematiek die is er nog. Er zijn wel dingen die anders zijn en die verbeterd zijn. Ja. In die film heeft men het over dat er geen crèches zijn voor die mensen. Het zijn vrouwen uit volksbuurten van Suriname en eentje van het platteland, hè, arme landbouwersvrouw. Ja.
nu zijn er wel crèches. Ja. De vraag is, hoe toegankelijk zijn ze? Wat zijn de kosten? Oké, dat weet ik op niet. Ja. Dat hoop ik te horen van de mensen. Ja. Maar bijvoorbeeld sommige straten zijn, het waren gewoon zandstraten. Sommige zijn geasfalteerd. Ze zijn maar gevangen de krotten, door gaten, maar oké. Okay. Maar de krotten, ik zie ze ook nog steeds. En Pont Buiten bijvoorbeeld, de mensen die daar woonden in de jaren 70, die woonden misschien anders. Ja. Maar het wordt nu bevolkt door mensen die vanwege de Binnenlandse Oorlog bijvoorbeeld, vanuit Frans-Guyana naar de stad kwamen. Geen plek hebben. Geen plek hadden en daar. Zijn beland, neergestreken. Ja, daar zijn beland, ja. Oké, mevrouw Nadia, mag ik u hartelijk bedanken dat u deze film naar Suriname heeft gebracht. Mm. En ik vind hem heel bijzonder. Ik vind het een fantastisch verhaal. Dank u wel daarvoor. Mm. U zei het al, u heeft al toch wel aardig al weggegeven over de inhoud van de film. Maar dat moet natuurlijk nog een verrassing blijven voor de mensen die het gaan bezichtigen. Mm-hmm. Jullie zijn in contact met het Nationaal Archief daarover. Mm-hmm. Dus daar kunnen we nog geen concrete antwoorden op geven. Nee. Maar mensen kunnen natuurlijk wel contact opnemen of meer informatie vragen. Ja. En uiteindelijk moeten we allemaal als Surinaamse vrouwen deze film wel gaan zien. Ik vind van wel, hoor. Ik vind het ook. En mag ik nog één natuurlijk, samenwerkingspartner noemen? Ja. Dat is, want die werkt even hard om dit te realiseren waarvoor we hier zijn. Die publieksbrede presentatie van Uma. Kort het even af, Uma. Platform Buurtorganisatie Suriname. Wilco Koster schijnt een hele bekende man te zijn. Ja, he's our hero. Ik noem ze. Ja. Oh, kijk. Oh, wat fantastisch. Ja, leuk om te horen. Nee, hij is ook mijn hero, hoor. Niemand discussieert daarover. Nee, vanaf dag 1 dat ik hem ontmoet heb, was het bingo. Ja. En tot nu. Oh ja, nee, ik sprak hem vanmiddag nog. Ik zei hem dat ik hier zou zijn. Ja. En eigenlijk zou hij meekomen, maar hij is nu naar de receptie. Ja. Dus, okay. Niet zo erg. We weten, als hij erbij staat, dan dan komt het goed. Dan komt het op de heel erg mooi. Ja. Mag ik u en uw collega's en iedereen die aan dit traject heeft meegewerkt, hartelijk bedanken. Ik vind het bijzonder. Het is een juweeltje die heel erg goed bewaard is geworden voor 46 jaar. Maar jullie zijn uiteindelijk thuis. Dus uiteindelijk is het cirkeltje rond. Je zegt het goed. Ja. Ik heb het ook genoemd. Heel toevallig. Uma komt thuis. Ja, Uma komt thuis. Ja, eindelijk. Ja, prima, mevrouw. Hartelijk bedankt. Heel erg veel succes. Ja. Ik weet bijna zeker dat u echt hiermee een heleboel harten zal raken en deuren zal openmaken. En hoe het ook dat verkeert, het belangrijkste in de discussie weer op gang brengen. En dat we toch wel gaan praten over de positie van vrouwen, maar niet alleen maar dat, maar ook over de ontwikkelingspositie van Suriname. Absoluut. Helemaal eens. Dank u wel daarvoor. Dank u wel. Ook voor het prachtige verhaal. U ook bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u heeft genoten van in ieder geval de warmte en de nostalgie van het gesprek. En hopelijk hebben we het kunnen overbrengen. En we raden zeker aan om Uma Fusranang, een documentaire uit 1978, die toen de tijd van het Nederland is geïnitieerd, van 4 Surinaamse vrouwen hun verhaal vast te leggen. Die nu na 46 jaar eindelijk in Suriname vertoond zal worden. Hopelijk kunt u er ook bij zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Q-Time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.